oprichter en directeur van Rewilding Europe. Een initiatief wat in 2011 gestart is voor het weer opbouwen van een nieuwe, op natuur gebaseerde economie in Europa. Nou, ik ben al van jongs af aan gepassioneerd door natuur, natuurbescherming in Europa ook. Ik heb ook tijdens mijn studie biologie onderzoek gedaan naar natuurontwikkeling in Duitsland, Nederland, Noord-Griekenland. En op die manier ideeën opgedaan voor Rewilding Europe. Grappig, ik ben dus nu weer komen te wonen op de plek waar ik eigenlijk ook opgegroeid ben als klein kind. Aan de rand van de stad, maar tegelijk midden in de natuur. Dat is ook wat mij, want ik ben wel natuurbeschermer, maar hou ook heel erg veel van het stadsleven. Van de bioscoop, schouwburg, uitgaan. En die combinatie, ik denk dat voor heel veel mensen geldt, dat maakt met name ook juist natuurbescherming in Europa heel interessant. Omdat je enerzijds prachtige steden hebt en schitterende natuurgebieden. Kun je die twee combineren, dan kun je Europa weer een nieuwe toekomst bieden. Nou, wat we proberen te laten zien in Rewilding Europe is dat Europa eigenlijk een natuur heeft van origine die vergelijkbaar is met wat we in de prachtigste Afrikaanse en Amerikaanse natuurgebieden zien. Met spectaculaire wildernissen, enorme dierenrijkdom. Dat zijn we alleen vergeten. Het is uit onze gemeenschappelijke herinnering weggepoetst, die natuur. Maar die kan weer terugkomen, juist nu het platteland in Europa op plekken verlaten wordt. En kan ook weer een basis worden voor een nieuwe plattelandseconomie. We staan in Europa echt voor een historische uitdaging. Elk jaar wordt bijna 1 miljoen hectare land verlaten door herders en boeren. Dat zien heel veel mensen als een probleem, een sociaal-economisch probleem. Wij zien het vooral als een mogelijkheid om nieuwe economie op te bouwen. Maar dan niet de traditionele, kleinschalige landbouweconomie, maar economie gebaseerd op de rijke natuur die Europa kent van origine. En door mensen daar weer naartoe te trekken, nieuwe economie, bedrijvigheid op te zetten rond die spectaculaire natuur. En het mooie van Europa ten opzichte van bijvoorbeeld Afrika of Amerika is dat je hier altijd de combinatie hebt van prachtige, ook culturele attracties. Oude steden, oude cultuurlandschappen. En met name die combinatie, spectaculaire natuur en hoogwaardige cultuur, maakt Europa tot een heel bijzonder continent. Nou, heel veel landschappen waar wij ons nu op richten zijn van origine oude cultuurlandschappen. Alleen de economie is er onderweg gevallen. Die kleinschalige landbouwbedrijfjes, herders, die zijn weg, vertrokken. Maar die natuurlijke rijkdom van die landschappen, die gaat daarmee ook verloren. Want die groeien dicht. Er komt overal overwoekering door struiken en bomen. De behoefte aan deze oude cultuurlandschappen is groot. Mensen gaan heel graag op vakantie in dit soort kleinschalige, gevarieerde landschappen. Alleen, de economie daaronder is weggevallen. Dus we moeten met z'n allen nadenken over hoe kunnen we deze prachtige paradijsjes eigenlijk voor de toekomst behouden. Nou, terug naar vroeger. Dat lukt niet meer. Blijven subsidiëren, dat is ook eindig. Zeker in deze economische crisistijd. Dus je moet op zoek naar duurzame processen achter die variatie in het landschap. En dat zijn vaak vergeten natuurlijke processen die wij als Rewilding Europe weer terug willen brengen in dat landschap. Wij zijn in Western Iberia aan de gang gegaan omdat ze zichzelf hebben aangemeld als proefproject voor Rewilding Europe. Dus het is een initiatief vanuit het gebied zelf. En we zijn er erg gelukkig mee, want het is een van de allermooiste landschappen van Europa. De combinatie van die oude kurkeiken, savannes, dehesas noemen ze in Spanje, montados in Portugal. En canyons bijna, van de rivieren Agueda, Coa, de Douro-vallei. Ja, die combinatie dat maakt het tot een van de meest bijzondere landschappen van Europa. Nou, de rijkdom van dit landschap is voor een deel terug te voeren op het oude gebruik van die kurkeikenbossen. En de eikels die daar ook op de grond vielen voor varkens, de Iberische ham. Nou, dat willen we eigenlijk voor een deel, is dat nog een levendige traditie. Maar voor een deel is het gebied verlaten door die landbouwvormen. Dus wat we aan het doen zijn, is kijken in hoeverre we met onze partners ter plekke uiteraard, de boel zo zoneren dat in het kerngebied natuurlijke processen het landschap vormen, natuurlijke begrazing
En daaromheen, in een soort bufferzones, de traditionele landbouw, voor zover die nog vitaal is, toch die hoogwaardige streekproducten blijft leveren. Maar ook toeleverancier wordt voor de toeristische voorzieningen die we in het gebied gaan ontwikkelen. Dat kan van alles zijn. Dat kunnen lodges zijn, dat kunnen tijdelijke mobiele kampementen zijn, dat kunnen bush dinners zijn, zeg maar arrangementen waar mensen echt ook in de wildernis overnachten, eten. Combinatie van een bezoek aan de rotstekeningen in de Koa-vallei, die uniek zijn in de wereld, met het zien van de dieren, ook echt de levende paarden en runderen in het landschap. Dus er zijn, het is een bont palet aan mogelijkheden om toeristen uit heel Europa daarheen te trekken. Nou, het grappige is, wij leren hier ook echt van Afrika. Dus veel kennis die in Rewilding Europe nu samengebracht is, die is afkomstig eigenlijk uit Afrika. Waar mensen ervaring hebben opgedaan met het combineren van natuurparken en het beheer van natuurparken met ecotouristische voorzieningen. Waarbij die bedrijven eigenlijk ook bijdragen aan het onderhoud en beheer van de natuurparken. Dus de combinatie van echte wildernis, wildlife en ecotourisme, dat is in Afrika veel verder ontwikkeld dan in Europa. Ze liggen eigenlijk 10, 15 jaar voor op ons en we proberen die kennis nu ook in Europa te ontwikkelen. Nou, we staan hier dan in een Nederlands eikenbos. Nou, als je hier eikels van de grond eet, dan is dat echt vies, gewoon echt bitter. Maar ik ben afgelopen jaar in Campanarios, in Spanje, in dat gebied geweest. En dan raap je dus eikels op onder de hulsteik, zeg maar, de Quercus ilex. En dat zijn hele zoete eikels. Die smaken bijna naar kastanjes, zo lekker. En je kunt je voorstellen dat varkens die dat eten, ook een hele aparte smaak ham opleveren. En dat is een van de kwaliteiten van dit gebied. Die combinatie van die zoete eikels en de varkens die daarvan van leven. Wat we ook actief promoten, zeg maar, aan streekproducten, dat zijn de olijfolie, de... Nee, waarom zei je? Goed, detail. Beroemde streekproducten zijn dus de Iberische ham, de olijfolie, amandelen, honing, natuurlijk de Douro-wijnen. Dat zijn beroemde wijnen en porten uit wereldwijd bekend zijn. Dus behalve dat het een fantastisch natuurgebied is, dat er prachtige steden liggen, zijn ook de streekproducten echt van hoge kwaliteit. Rewilding Europe is echt een netwerkorganisatie die met lokale teams werkt. En die lokale teams die werken weer met partners in de regio. En dat zijn jachtverenigingen, gemeenten, grootgrondbezitters, kleine particuliere grondeigenaren, streekproducenten. Omdat we uiteindelijk niet alleen een natuurgebied willen opbouwen, maar ook echt een vitale plattelandseconomie. Elke actie begint met afstemming met lokale teams en zorgen dat we hetzelfde idee uiteindelijk voor ogen hebben, dezelfde acties ook voorstaan en er ook samen fondsen voor werven en draagvlak voor creëren. Ja. Nou, het gebied is nu al erg mooi, maar heel erg onbekend, omdat mensen gaan in Spanje naar de kust en hebben niet echt het idee dat er in het binnenland zoveel moois te zien is. Nou, dat gaan we veranderen de komende 10 jaar en dan staan we hopelijk in een prachtig savannenlandschap waar je rondtrekkende kuddes, herten, runderen, paarden kunt zien, waar wolven, beren, linksen leven, waar vanuit heel Europa mensen naartoe komen om dat te zien, waar ze ook daarmee de lokale bedrijvigheid een nieuwe impuls geven en waardoor ook de mensen in het gebied zelf weer vertrouwen hebben in de toekomst, zich daar bedrijven vestigen, mensen hun dat er weer kinderen geboren worden in het dorp, dat er weer scholen geopend worden. Dat is het ideaal wat we nastreven. In dit soort gebieden denken we dat natuur dat kan veroorzaken. Zeg maar. Dus Rewilding Europe heeft niet de pretentie om overal in Europa dit voor elkaar te krijgen. Maar er zijn een aantal gebieden zo bijzonder dat we denken dat daar de natuur de drager kan worden voor een nieuwe economie. En Western Iberia is daar echt één van. Het bijzondere, bijna on-Europese van Western Iberia is dat je in een eindeloos savannenlandschap bent met eeuwenoude kurkeiken, de bergketens van de Sierra de Gata, de Malcata op de achtergrond, diepe kloven met prachtige wilde rivieren, in een hele mooie culturele context met Salamanca, met prachtige vestingstadjes, heerlijk eten. Nou, dat is echt een topattractie in Europa.
Nou, veel van de gebieden, voorbeeldgebieden van Rewilding Europe liggen in grensgebieden. Niet helemaal toevallig. Het zijn natuurlijk van oorsprong gebieden waar, daar liggen niet voor niks natuurlijke grenzen. Vaak bergketens. Maar heeft dat ook al grensoverschrijdende gebieden wel een extra uitdaging met zich mee. Omdat ze natuurlijk elk land heel verschillende tradities heeft. In dit geval, West-Iberia, zie je aan de Spaanse kant groot grondbezit. Boerderijen erven over op de oudste zoon blijven intact. Grote gebieden, 250.000 hectare soms groot. In Portugal vererft het naar alle kinderen en versnippelt het landgebruik totaal. Waardoor je op dit moment in Portugal een lappendeken hebt van kleine eigendommetjes. Mensen zijn vaak weg, vertrokken, geëmigreerd. Niemand weet meer van wie het is, het land. 2 miljoen hectare in Portugal, verlaten grond. Groeidicht, verbost, verruigd. Wordt daarmee heel kwetsbaar voor grootschalige branden. Dus Portugal wordt met enige regelmaat opgeschrikt door echte grote bosbranden. Wat voor een deel het gevolg is van dat overwoekerde, verlaten land. Dus politiek is het terugbrengen van begrazing in de landschappen. Natuurlijke begrazing is ook een middel om bosbranden tegen te gaan. Dus wanneer de natuur landschappen weer openhoudt, worden die landschappen minder kwetsbaar voor grootschalige bosbranden. En er is dus ook indirect een heel groot economisch belang gekoppeld aan Rewilding Europe. Nou, je kunt eigenlijk na miljoenen jaren van natuurlijke begrazing en zeg maar 5000 jaren van gehoed vee, staan we nu voor het eerst sinds lang voor landschappen waar de grazers weg zijn. En dat is dat levert een groot probleem op voor de biodiversiteit, voor de aantrekkelijkheid van het landschap. Die wordt niet meer open gegraasd. In Rewilding Europe besteden we daarom veel aandacht aan het terugbrengen van de natuurlijke grazers. En het aardige in het Iberisch Schiereiland is, daar heb je nog heel veel primitieve paarden- en runderrassen. Die duizenden jaren oud zijn. En met die rassen proberen we eigenlijk weer die landschappen, die open, half open landschappen, tot leven te brengen. En met name in Spanje, waar natuurlijk een enorme traditie is op het gebied van stierenvechten. Daar merk je ook dat mensen erg enthousiast worden wanneer die wilde runderen weer terugkeren in het landschap. Dat sluit heel erg aan bij hun cultuur. Thank you.